Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Dit keer heb ik voor jullie een Clean With Me Power Hour. En dit houdt in dat je eigenlijk in een uurtijd zoveel mogelijk tackelt in je huis. In mijn geval heb ik meerdere ruimtes nu gepakt. Het is dus geen deep clean. Dus bepaalde dingen doe ik wel, andere dingen doe ik op dit moment dan niet. Maar het is in ieder geval weer schoon en lekker fris. Dus ik hoop je weer te kunnen motiveren met deze video en ik wil je hierbij heel veel kijkplezier wensen. Zoals je kunt zien valt het op zich mee. De was ben ik helaas niet meer aan toegekomen. En zo ook het stofzuigen en dweilen, dat heb ik dus allemaal gedaan na het uur en toen Kai inmiddels wakker was. Ook had ik mijn bed nog willen opmaken voor jullie, maar ook dat kon ik niet meer in het uur redden. Dus ik had iets te veel hooi op mijn vork, maar alsnog vind ik dat ik redelijk veel heb kunnen doen. En het lijkt misschien niet heel vies en rommelig, maar het is natuurlijk pas halverwege de ochtend. Ik begin in dit geval in de keuken en ik begin dus met gewoon alles opruimen, de vaatwasser leeghalen, opnieuw weer vullen en vervolgens kan ik dan dingen gaan afnemen. Werk ik zoveel mogelijk met natuurlijke en ecologische schoonmaakproducten. Alleen voor de wc heb ik dat nog niet kunnen vinden wat ook daadwerkelijk lekker ruikt. Dus daar ben ik nog naar op zoek. Maar in principe gebruik ik zoveel mogelijk natuurlijke producten of mijn eigen gemaakte schoonmaakmiddel. En voor beide geldt dat het dus niet slecht is voor dieren en kinderen. En dat vind ik altijd wel een fijn idee. Leave everything for me. Stay the night. Ik werk ook heel veel met de Method schoonmaakproducten en die ruiken super lekker. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. De baking soda. Daarmee ga ik dus de gootsteen even schoonmaken. Dit doe ik ook een paar keer per week omdat ik het gewoon heel fijn vind om een schone gootsteen te hebben. De speentjes van Kai die had ik weer verzameld in een bakje water met baking soda. Dus die waren eraan toe om afgewassen te worden. Dus dat heb ik net ook maar even gelijk gedaan. Dit is dus mijn Method allesreiniger. Ruikt super lekker en kun je bijna overal voor gebruiken in principe. Count the stars. Dat heb ik 's avonds nog gedaan na het eten, maar die neem ik echt regelmatig alsnog even af, want het vangt gewoon heel veel stof. En zoals je ziet doe ik zelfs de stoel van Kai met de Method schoonmaakproducten. Voor het hout gebruik ik de Method for Wood.
Dit is amandelgeur en die ruikt zo ontzettend lekker. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik hem gebruik voor het hout. Want in principe kan ik het ook gewoon met het allesreiniger doen. Maar deze ruikt zo gruwelijk lekker en die geur van deze blijft echt urenlang hangen. Dus eigenlijk alles wat hout is, neem ik toch hiermee af. Gewoon puur omdat die enorm lekker ruikt. En nog even het resultaat. Ik vind het heerlijk als het weer schoon is. Vervolgens ga ik over naar de huiskamer en wat ik hier vandaag doe is voornamelijk eigenlijk opruimen. En later vandaag dus nog stofzuigen en dweilen. Maar het echte schoonmaken doe ik vandaag niet hier. Ja, dan was de slaapkamer aan de beurt. Ik ben dus wel begonnen met het bed afnemen. Alleen helaas dus niet meer eraan toegekomen om hem ook op te maken, want ik wilde eerst de andere dingen klaar hebben. En toen kwam ik er niet meer aan toe, want het uur was al voorbij en Kai werd wakker. Dus dat heb ik later alsnog gedaan. Resultaat. Even een paar minuten ervan genieten voordat hij wakker wordt. Nog wel eventjes voor de compleetheid. Ja, en de blauwe sprei gebruik ik helaas niet zo vaak. Ik vind hem erg mooi. Hij is van de IKEA overigens. Maar je ziet er echt ieder kattenhaartje op van mijn poezen. Dan ga ik verder in de badkamer. Ik begin met de spiegel. Dat doe ik gewoon met mijn eigen gemaakte schoonmaakmiddel. En dat werkt perfect. Geen strepen. En vervolgens ga ik ook hier alles afnemen. En heb ik in dit geval ook weer een method product gebruikt en die is speciaal voor badkamers. Die schijn je ook op de tegels te kunnen spuiten, in laten trekken en dan af te kunnen spoelen. Als ik hem gebruik voor de tegels, dan schrob ik wel degelijk nog. Ik heb nu dus overigens niet alle tegels gedaan en de vloer niet gedaan. Maar ik heb wel even alles afgenomen en alles weer netjes neergezet. En wel aan het einde nog gestofzuigd en even gewoon gedweld.
is mijn wasmachine. Die gebruik ik tegelijk als soort van tafel. Want ik heb dus heel weinig ruimte in de badkamer. En het is allemaal heel professorisch ingedeeld en ingericht. Maar goed, het is te doen. Alleen voor het opnemen vond ik het wel heel lastig, want ik wist dus niet waar ik mijn telefoon neer moest zetten. En mijn standaardje was laatst afgebroken. Ik heb inmiddels een nieuwe besteld. Maar daardoor was het een beetje lastig met filmen vandaag. Dit Kaise badje, die maak ik ook altijd even goed schoon. De wasmand en prullenbak heb ik uiteraard even afgenomen, want die vangen ook enorm veel stof. En de kaarsjes ben ik vergeten aan te zetten voor het eindresultaat. Vond ik het tijd voor een bakje koffie. Dat doe ik normaal niet als ik een power hour hou. Maar in dit geval dacht ik genoeg tijd te hebben. Dus ik heb er even een kop koffie bij gepakt. Dan ga ik over naar de toilet. Hier heb ik geen ecologische of natuurlijke producten voor. Dus gebruik ik gewoon allesreinigersdoekjes. En ik begin meestal, eigenlijk overal wel, denk ik, dat ik van hoog naar laag werk, maar met name in de wc, omdat ik dat gewoon het hygiënischst vind. Sorry voor de vele booty shots, dat was niet de bedoeling. Ik heb er ook heel veel uitgeknipt. Ik kon het niet op een andere manier opnemen, dus... Ook hier neem ik alles gewoon even af. En als ik echt een deep clean zou doen, dan zou ik dus ook de muren en dergelijke helemaal afnemen. En dan zou ik ook uitgebreid de vloeren even schoonmaken. Dit is alweer het einde van de video, dus ik wil je bedanken voor het kijken. Hopelijk heb ik je kunnen motiveren en ik hoop je weer te zien in een volgende video of in een volgende vlog. Dus bedankt voor het kijken.